motorrijders moeten vooral even goed nadenken voordat ze weer de weg op gaan. Is mijn pak nog goed? Vooral is mijn helm nog goed? En natuurlijk de motor zelf, die moet ook tip-top in orde zijn. Als motorrijder merk je gewoon dat automobilisten er niet altijd op bedacht zijn hoe het is om op een motor te zitten. Eigenlijk zou je het iedereen gunnen om eens een keer een motorrit mee te maken. Maar zeker nu het mooie weer wordt, mensen, hou er rekening mee. Let ook op die motoren, want ze zijn er weer in grote getalen. Waar je op moet letten als je een helm hebt liggen en je rijdt niet al te vaak, is dat je een helm gaat een jaar of 5, 6 gaat hij wel mee. Dan moet je hem echt wel gaan vervangen. Door de UV-stralen die op de helm zitten, gaan de weekmakers eigenlijk uit de helm en wordt de helm bros. En ja, dan glimt hij nog mooi, maar is gewoon levensgevaarlijk. Ik zou alle motorrijders mee willen geven om er vooral ontzettend van te genieten. Want het is fantastisch natuurlijk, dat gevoel van vrijheid wat je op een motor ervaart. Maar zorg nogmaals ook wel dat je goed voorbereid op weg gaat.